Doe het gewoon. Ja. Doe het. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Mensen die kunnen lachen, dit, dat. Maar als jij daar blij mee bent, als jij je op je gemak voelt en vrij bent, dan gaat dat sowieso doorstralen in je performance. Welkom iedereen bij de Bathroom Sessions. Vandaag zijn we hier met... Joël Francis. Oké, Joël. Stel u eens voor. Oef, dat is, zo... dat is altijd zo moeilijk. Ja, ik ben Joël Francis. Een zangeres, actrice en ik denk gewoon allround creative. Ik maak R&B-muziek, popmuziek en onlangs ook een beetje soul. Ik denk een beetje jazzy meer. Eigenlijk alles. Ik hou er niet echt van om een label op te zetten. If I'm in the mood om een bepaald genre te maken, dan doe ik dat gewoon. Ja, dat is... Ik vind ook echt basically. Joël Francis de perfecte stage name. Maar echt... Het is iets met de Francis. Ja, het is dat, ja. Classy, ook een beetje Frans. Zo. Ja, dus in Frankrijk of zo. Of, ja, maar als ze Frans spreken, gaat dat dan Joël Francis zijn. Wat ook wel nice is natuurlijk. Allemaal over nagedacht. Hoe ben jij begonnen met muziek? Ik maak eigenlijk al muziek sinds ik 9 ben. En gewoon zingen en melodies in mijn hoofd. Allee, ik merkte dat ik heel veel energie had, ten eerste. En heel vaak gewoon teksten aan het neurien was. Dat is geen Nederlands. Maar dat ik gewoon heel vaak met muziek bezig was. En dan ben ik die teksten beginnen opschrijven in boekjes of op blaadjes gewoon. En in de kerk altijd heel vaak gezongen. En dan op mijn 13 of 14 echt zo... Echt daarmee... bezig geweest, dus in musicals gespeeld. Ja, vaak gewoon heel artistiek bezig geweest. En het is pas na mijn eerste jaar op de hogeschool, universiteit, dat ik dacht, oké, ik wil daar echt mee bezig zijn. Mm-hmm. En dan ben ik echt nummers gaan opschrijven om te recorden. Nooit iets mee gedaan, tot vorig jaar, dat ik echt professioneel zoiets ben beginnen releasen. Dat is echt therapy. Mm-hmm. Dus. Maar mij vorig jaar, want er staan nu al keiveel... Ja, ja. Spotify. Ja, ik heb 2 EP's uit. Dat is gewoon in de moment dat ik voelde van ik wil dit verhaal niet vertellen en ik wil dat uitbrengen, dat ik dat heb gedaan. Maar ik ga nu gewoon strategischer zijn met oké, ik heb al die nummers, maar dat betekent niet dat ik die allemaal altijd hoef te releasen. Ik wil er gewoon mindful over zijn. Voor hoe ik release. Maar dat ik muziek ga blijven maken, dat is sowieso. Wie is voor u een grote inspiratiebron geweest? Op vlak van uw jeugd, maar ook over muziek. Sinds ik klein was, was het altijd Alicia Keys geweest. Haar vocals, haar pen, dus hoe dat zij nummers schrijft. Dus, is een hele grote bron van inspiratie geweest. En natuurlijk ook heel veel gospelsingers. Mm-hmm. Gewoon hoe dat zij met hun volle overgave in een nummer zingen en performen, dat was altijd een big inspiration. Maar sinds, ik denk een paar jaar geleden, is Jasmine Sullivan echt naar de top gekropen voor mij. Okay. Ik elke keer als ik over haar begin, ben ik echt zo... Dat is echt... My god, dat is zo... Zij is echt geweldig. We hebben nu... daar is een song van je opgenomen. Mm-hmm. Dat staat ook op een EP. Mm-hmm. Vertel eens over deze EP. Wat heeft u daar eigenlijk doen maken? Dat was na een hele donkere periode in mijn leven. Dat ik terug muziek nam als een houvast. En wel is het altijd een houvast geweest, maar nooit echt in die mate dat ik er volledige vrijheid in vond. En na die periode dacht ik zoiets van... Ik ben zo moe. Ik wil gewoon blij zijn. Ik wil gewoon gelukkig zijn. En... die nummers hebben mij onder andere geholpen om tot die staat te komen. En Shining Intro, dus het nummer dat we hebben opgenomen, was ook echt een keerpunt in mijn denken, in mijn gevoel, in mijn zijn. En dat heeft mij gewoon opener gemaakt tot mezelf en ook tot de wereld gewoon. Dus dat was echt een therapy, een diary dat ik heb uitgebracht. Dus je voelt wel van jezelf dat je jezelf blootstelt en dat je een kant van jezelf aan mensen laat zien die voor mij op eerste vlak ook niet zien. Nee. Okay. Voor mij is dat het belangrijkste in muziek maken en
als ik luister naar muziek, dat er echt een deel van die persoon, zijn soul, zijn heart, feelings, alles dat daarin zit. Want ik ben een heel emotioneel persoon, maar ook gewoon, ik ben echt gevoelig aan energieën en ik hou van zo die intimiteit. Dus dat vind ik ook gewoon belangrijk, dat dat in mijn muziek zit. Dat is a part of me to you. Mm-hmm. Heel mooi. You. Heel mooi. Als je zo'n bepaalde single zou aanduiden, wat geeft je daarbij mee? Liefde. Allee, dat is altijd de rode draad in mijn nummers. Ik schrijf over de liefde. Liefde vinden, liefde verliezen. Dus wat ik wil meegeven in mijn songs is gewoon liefde aan mensen. Ik wil dat gewoon uitstralen en dat zij dat ontvangen. Hopefully. Okay. Mooi. Dus liefde is ook... Dat is ook een heel groot deel van u. Dat zit bij u. Ik ben echt een hopeloze romanticus. Echt waar. It's a blessing and a curse, denk ik. Maar ja, dat is... Ja. Moest iemand op de Spotify terechtkomen, mm-hmm. welk liedje zou je willen dat zij als eerste zouden beluisteren van u? Open. Open? Ja. Okay. Open is het eerste nummer van mijn tweede EP. Mm-hmm. Fall in Love With Me, de tape. Dat gaat over openstaan aan die liefde waar ik het over heb. Dus open vind ik al een leuk nummer om mee te beginnen. Oké. Okay, om mij te leren kennen, mm-hmm. als jullie dat willen. Je zegt er ook dan, Fall in Love With Me, de tape. Ja. Vertel daar eens wel, wat is dat? Dat is vooral in schoolcontext, omdat ik dus in mijn laatste masterjaar acteren zit. Mm-hmm. Zat, ja. Zit eigenlijk. En ik op zoek was naar wat het was dat mij drijft als persoon en als artiest, als actrice. En in die zoektocht ben ik dus te weten gekomen dat het echt liefde is dat mij drijft. Mm-hmm. En dat ik alles wil doen en alles doe vanuit die liefde. En ik weet niet, ik had gewoon zo'n drang om dat verhaal te vertellen. En vandaar is die titel gekomen, Fall in Love With Me. Because I wanted to fall in love with me. Of I have fallen in love with myself. En dat wil ik gewoon overbrengen aan het publiek. Mooi. Nee, echt mooi. Dat was interessant, omdat de vorige artiesten die dan ook een looping session hebben gedaan, mm-hmm. wat dat hun drijft. En dan, je praat zo liefdevol over liefde. Ik zeg niet dat we allemaal zo moeten denken als ik, maar gewoon zouden leiden met liefde. En dat dat de drijfkracht zou zijn achter wat wij doen. That the world could be a better place. True. Damn, ik bedoel dat niet zo corny, maar het is echt... Ja, dat is waar. Dat is echt een mens, dus ja. Mm-hmm. Yeah. It has to start somewhere, dus mijzelf. Met welke artiest, dood of levend, maakt niet uit, mm-hmm. zou je ooit eens een keer op date willen gaan? Jasmine Sullivan. Yeah. Okay. Jasmine Sullivan, mm-hmm. sowieso. Gewoon omdat ik heel veel praktische vragen naar haar wil stellen. En het zou echt een droom zijn als zij ooit een vocal coach, als zij die richting op wil gaan, mm-hmm. Als zij dat zou willen zijn. En ik denk met Prince. Ik denk dat hij heel cool zou zijn om mee te chillen. En to smoke something with him, you know. En dan nog één persoon. Damn, ik ben zijn naam vergeten. Dan denk ik niet dat ik met hem wil chillen. Ik ben de naam vergeten, het is een rapper. Oké. Okay. Ah ja, Anderson .Paak. Het is geen rapper, maar... Ja. Anderson .Paak. Wow, I'm so sorry. Anderson, no. Als je dit ooit zou zien. Ja, Anderson. Anderson lijkt me ook een hele chillen kast. Sowieso. Je hebt ook al een paar keer op podium gestaan. Ja. Het gaat stress als je op podium staat. Dus, dat is, ik ben echt heel blij om dit te vertellen. Maar dat is zo'n keerpunt geweest. Ik ben vorig jaar in oktober in een project geweest met Broei en Queens and Friends. En daar heb ik een jam-sessie gehad. En sinds dat moment ben ik niet meer zenuwachtig geweest om te zingen echt? Op podium. Daarvoor, ik heb in verschillende talentenjachten gezeten en zo attempts gedaan om zo een keer op een podium te staan. En het was altijd desastreus. Het was echt verschrikkelijk. Mm-hmm. Ik was zo zenuwachtig. Het belemmerde mij om te zingen. En ik dacht echt dat ik gewoon niet kon zingen. Of dat, mm-hmm. dat muziek misschien niet voor mij was weggelegd. Maar vanaf dat ik dus ook die liefde heb gevonden voor mezelf en voor mijn stem gewoon. En sinds die jam-sessie voelde ik mij veel vrijer in mijn eigen vel. Waardoor ik mij ook vrijer voel om te zingen. Het is nog steeds niet waar ik wil dat het is. Maar I'm having fun with it. En dat is het belangrijkste voor mij. Dus elke keer dat ik perform, no stress. Mm-hmm. Dat is ook omdat je omringd bent met andere muzikanten. En zij doen wat. En dan denk je ook op een gegeven moment van, let's go. Laten we gewoon gaan. Ik weet niet. Er is zo'n klik geweest. Op een gegeven moment dat ik gewoon heb gezegd tegen mezelf van... Niet get over yourself, maar... Mm-hmm.
doe het gewoon. Ja. Doe het. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Mensen die kunnen lachen, dit, dat. Maar als jij daar blij mee bent, als jij je op je gemak voelt en vrij bent, dan gaat dat sowieso doorstralen in je performance. Wat is de beste schrijfspot om je liedjes te creëren? Mijn kamer. Mijn kamer is echt mijn sanctuary. En ik ben heel protective over mijn space. Mm-hmm. Ik kan er echt niet tegen als er zo ook maar iets verandert in mijn kamer. Exact. Want daar gebeurt alles. Zo, als je na een heartbreak of zo, of na een lange dag, dat is je haven waar je terechtkomt. Dus daar zit ook de meeste inspiratie voor mij. Had je ook ooit moeilijkheden gehad met het schrijven van een EP of van een nummer? Dat je echt dacht van, ik kom er niet meer uit, het is gedaan? Eigenlijk niet. Ik ben heel impulsief en ik schrijf ook alleen maar, of ben ook alleen maar bezig met muziek als ik het voel. Mm-hmm. En dat is eigenlijk altijd. Mm-hmm. Ook al, ik zeg niet dat het altijd even goed is, maar er komt wel altijd iets uit. En ik heb tot nu toe nog geen writer's block gehad. Okay. Ja, dus daar ben ik wel heel dankbaar voor. Mm-hmm. Ik hoop dat het zo blijft, maar ik ben ook wel realistisch. Dat gaat wel komen, maar altijd gewoon positief. Ja. Positief blijven. Realisme. Het maakt het mens. Voilà. Mm-hmm. I agree. Op welk podium zou je ooit een keer willen staan? Er is een festival in de States. En dat is, ik denk, Jazzfest of zo. Ik weet niet hoe. Puntje Fest. En Victoria Monet staat daar vaak. Mm-hmm. Kehlani, Jasmine Sullivan. Ja. Dat is ook in een park. Ik weet de naam niet meer, maar daar zou ik wel heel graag willen staan. Lijken mij altijd goede vibes. Ja. Ja, en in België op kleur. Op dit moment, van welk nummer word jij blij? Geen specifiek nummer, maar wel een artieste. Mm-hmm. Cleo Sol. Maar zij heeft gewoon een album en dat heet Rose in the Dark. En dat hele album maakt mij echt blij. Naast muziek, waar houd je nog mee bezig? Want je zei daar juist dat je acteren hebt gedaan. Naast alles. Ja, een beetje alles. Naast muziek ben ik dus ook actrice en speel ik bij het Nieuw Stedelijk. Dat is een theatergezelschap in Leuven, Genk en Hasselt. In theaterstukken dat ik meespeel. Hoe zou je willen dat mensen u zouden beschrijven of u zouden zien? Licht en warm. Mm-hmm. Licht. Niet licht van licht in je hoofd zijn of zo, maar light, like brightness en joyful. Oké. Ja. Ik denk dat geslaagd is. Voilà. Yes. Nee, I'm joking. Wat vind je eigenlijk het tofste aan je proces? Vind je echt de nummers zelf schrijven of het recorden ervan of daarna het promoten en videoclips opnemen? Alles behind the scenes. Dus eigenlijk heel het proces vind ik heel leuk, maar ik hou echt van de making of, zo kleine dingen of mensen die je niet echt ziet wanneer iets af is, daarvan hou ik echt heel hard. Ik kan echt in een studio, als de engineer of mijn producer aan het mixen is, kan ik echt gewoon uren zitten en gewoon genieten van wat zij doen, omdat dat zit zoveel tijd en werk in en passie bij hen ook. Dat ik zou die het liefste zo op een pedestal willen zetten of naar voren schuiven, omdat ik gewoon ik hou ervan om deel te zijn van iets groters. En die zijn letterlijk, die doen alles. En die zijn deel van dat grote geheel. Dus ik hou van die kleine dingetjes. Die behind-the-scenes momenten. Geef één woord aan uzelf, aan uw album, aan uw singles. Gewoon een woord dat nu in mijn hoofd komt is enjoy. Mm-hmm. Enjoy and joyful. En gratefulness. Okay. Oh, die zijn heel leuk. Ja, jij ook. Thank you. We love you.